We zijn hier bij AT&T en wat is nou leuk? Max Verstappen met Formule 1. Nou, de Red Bull Formule 1 met natuurlijk Max Verstappen. En we weten dat het natuurlijk connected is met 4G, dat alles met camera's, sensoren allemaal erin zit. En hier kun je het met de HoloLens kun je het uitlezen. We kijken dus met augmented reality naar die auto en je kunt precies zien hoe heet de motoren zijn, hoeveel power er gebruikt wordt, hoe goed ze de bochten doorgaan. Augmented reality met de HoloLens en connected car. Nou, die ultimate way, Max Verstappen gaat daarmee natuurlijk gewoon winnen. En hier hebben we de dokter in de box, die kun je overal neerzetten. Je kunt hier gewoon een minuutje hebben, alles opzoeken, alle elementen die je nodig hebt. Je drukt op de knop en je hebt meteen een dokter aan de lijn, een videoconferencing. Met de hartslagmeters en de brillen die je kunt opzetten. En dan kun je gewoon op afstand kun je gewoon, zeg maar, een diagnose krijgen. Allemaal onder het noemertje Connected Healthcare. En natuurlijk hebben we hier Connected Home. Met allemaal slimme methodes om te kijken van, ben je nog in beweging? Heb je op een gegeven moment nog een noodgeholpen situatie? Dus een AT&T die heeft dan een complete oplossing met allemaal sensoren, camera's, motion detector. De deur op afstand open doen met je telefoon. De dimmer via je mobiel. Je thermostaat, remote control van je huis. Ook hier weer gigabit, gewoon met 4,5G, 1 gigabit download en upload. Jaguar werkt aan een elektrische auto, 500 kilometer range, maar op dit ogenblik hebben ze meer een connected. En hier heb je IoT, internet for underwater things. Een sensor op het hoofd, want het is echt belangrijk wat er gebeurt met deze. Het gaat echt heel problematisch met die seals. Ze sterven van alle kanten uit en met dit nummertje kun je gewoon precies zien waar ze zijn en wanneer ze sterven. Dus dit apparaatje werkt voor 1 jaar. Dit is de oude versie en dit is de nieuwe versie. Dus wat dat betreft is het wel weer mooi hoe klein dat wordt. Smart agriculture, heel belangrijk. Je kunt gewoon alles meten in bijvoorbeeld een tomatenkas. Hoe het gaat met de vochtigheid, hoe het gaat met de hoeveelheid ziektes, met de hoeveelheid productie. Alles wordt gemeten en dat geeft gewoon optimalisaties aan alle kanten. De industrial sensors worden steeds goedkoper en slimmer. Met 10 jaar batterijenleven kun je ze overal uitlezen. En via 5G-bril kun je gewoon lekker meespringen met de schietschans.